Fiat Professional presenteerde tijdens de Van Day de kleinste uit het gamma, de Fiorino, en de middelgrote Talento. En dan was er nog een absolute Belgische première. There is the novelty, that is the 9-speed automatic gearbox Ducato. And it's really amazing. The only way when that you can understand if the vehicle is okay or not is to do a test drive. De Fiat Ducato behoort in 12 verschillende landen tot de bestverkopende voertuigen van zijn categorie. Terwijl hij op de Europese markt voor het vijfde opeenvolgende jaar de titel van leider opeist. Maar modeljaar 2020 heeft nog meer in petto. Then for the future, of course we are waiting for the Ducato electric that is coming really soon. There has been a huge study of what the worker really need from this vehicle, and from this the vehicle has been developed. So it has the same capability of the diesel engine. So it's really something that we are waiting because it's the market of the future. We hebben met de Ducato gereden, Ducato 2.3 met de automatische versnellingsbak. We zijn op zoek naar alternatieven en zijn we blij dat daar nu ook automaat in het gamma zit. Je merkt dat de koppel heel soepel verspreid wordt. Dus dat is wel heel aangenaam om te rijden. Zeker met zo'n grote wagen viel het mij op dat die heel soepel door de versnelling. Op naar een nieuw test-event.